Hey mensen, super tof dat jullie kijken in deze gloednieuwe vlog. Ik sta buiten, terwijl het regent, maar binnen staat de muziek heel hard aan. En dat is heel irritant voor de vlog. Dus dat heb ik allemaal voor jullie over, jongens. Ik sta nu in de regen buiten, ik heb net gedoucht. Oh, het ruikt altijd zo lekker, die regen. Welkom terug bij deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Kean Ruighok, het is al 3 uur. Ja, ik begin de vlog heel laat, ik heb mijn haren geknipt en dat soort dingen. Voor de rest niet echt heel veel gedaan. Ik werd wakker om 10 uur ongeveer. Toen kon ik er echt niet uitkomen. Ik was kapot. Maar ik ben eruit gegaan. Heb gegeten, gedronken en al dat soort dingen. En nu zijn we hier. Ik mag weer gaan auto rijden. Dus we switchen over naar de GoPro voor auto rijden. Yeah! Ik zit in de auto. Papa zit nu op de verkeerde plek. Ik denk, daar zit. Ik snap het niet. Dat vertrouwt maar niet, blijkbaar. Oké, nou. Succes. Ik snap hier wel. Ja, is goed. Ik ga maar weer erin. Schiet op dan. Stuur goed neerzetten. Hè? Stuur goed neerzetten. Ja. Wat? Weer? Omdat het geluid zo slecht was van de audio door het weer, heb ik besloten om het uit te gaan leggen via een voice-over. Hallo. Kijk, en hier dus was ik de eerste keer aan het schakelen. Ik zette hem in zijn 1 en ik ging, jongen, dat is niet normaal. Hier zette ik hem in zijn 2 en toen ging ik gewoon even een klein stukje rijden zonder te hoeven nadenken over schakelen en dat soort dingen. Maar op een gegeven moment kwam zo'n piep, piep, piep en ik schrok een klein beetje, maar het bleek dat mijn vader de gordel niet om had en dat hij daarom ging piepen. Hier zo ging ik voor de tweede ronde en die ging beter dan de eerste ronde. Het ging wat sneller en wat soepeler en wat smoother. Maar ja, op een gegeven moment ga je naar z'n 2 en dan zeg je vader zo naast je, ben je lekker aan het toeren. En dan zeg je vader zo naast je, ja stop maar weer, we gaan weer overnieuw. Gewoon omdat je het moet leren, logisch. Kijk, kijk, dit was 103. Hier ben ik niet zo trots op. Het ging niet helemaal lekker. Zoals je ziet, een schokje aan het einde van de koppeling loslaten. Als je het zo zegt. Dus ja, het ging wat minder. En ook bij versnelling 2 ging het ook iets minder. Ik deed het gas net iets te snel. En misschien nog wel heftiger. Ik moest hem natuurlijk op een gegeven moment neerzetten. Want mijn vader moest hem keren. Want ik kon niet doorrijden. En ik kan nog niet keren. Ja, en dus ik zet hem gewoon midden op de weg neer. Toen zei mijn vader, je hebt hem niet zo lekker geparkeerd. Toen zei ik, ja, maar dan kan jij hem in één keer keren. Toen zei mijn vader, ja, maar als er nu een tegenligger aankomt. Of iemand aankomt die je langs wil, dan kan dat niet. Toen zei ik, ja, dat klopt. Dus ja, deze ronde was eigenlijk gewoon een foute ronde. En deze wil ik eigenlijk gewoon mijn geheugen wissen. En toch doe ik hem in de vlog, sorry. Moet ik hier wat over zeggen? Nee, ik denk het niet. Zie die. Ja, het ging niet goed. Nee. Maar. Ik maak het gelijk goed. Want deze ronde ging pittig goed. Zoals je ziet, geen schokjes. En het ging nog wat sneller ook dan de vorige keren. Ik ben op deze blijkbaar trots. we hadden hier een bocht. Mijn vader had hem zo neergezet. En ik zei dat ik het wel kon, maar kijk maar even. Jawel. Oké. Nee, weet ik niet. Moet ik het doen? Ik kan wel proberen. Ik kan wel Ja, probeer het maar. Kant hem? Ja. Hm? Hij staat niet op de hand. Oké. Stop. Ja, dit gaat niet goed, zeg maar. Je stuurde spontaan de verkeerde kant op. Hè? Je stuurde spontaan de verkeerde kant op. Nee, man, ik stuurde die kant op. Nee, eerst niet. Nou ja, je zag het, de paniek in de ogen van mijn vader. Ik vond nog wel meevallen hoor, maar ja, dat ben ik.
hier ben ik nog heel eventjes aan het rijden en nu moet ik hem stopzetten en is het het einde. En dat rijmde. Kan iemand mij uitleggen waarom autorijden zo leuk is? Ik vond het echt weer super leuk om even met mijn vader te rijden en even te laten zien hoe het moest. Nee, het ging wel goed. Het ging wel goed. Het ging beter dan de eerste keer dat ik auto reed. Maar ja, alleen dat bochtje, daar baal ik een beetje van. Mijn vader zei dat het sowieso een lastig bochtje was. Omdat je nog moet schakelen en een bocht moet maken. Maar ja, ik denk dat het van, je moet gewoon schakelen en gewoon binnen het stuur omdraaien. Waarom lukt het mij niet? Dat was een beetje jammer. Toen was ik een beetje teleurgesteld in mezelf. Ik dacht, dat kan ik wel. Toch een te groot ego, denk ik. Dames en heren, super bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Als zoals schrijf zeker van blauw duimpje omhoog. Reageer hieronder met tips en tops. En abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. En dan hoop ik jullie morgen weer te zien bij een gloednieuwe vlog. Zoals ik altijd zeg. Zoals ik altijd zeg. Juist.